Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Ik ben nog altijd Stijn en vandaag gaan we het hebben over Loxone. Wat jullie hier zien is de Loxone miniserver. Miniserver is het brein van onze smart home. Het is dus de centrale controleeenheid die dat ons systeem gaat bedienen en waar dus ook onze programmatie op staat. Onze programmatie die staat hier op een SD-kaartje, zoals jullie al kennen. Van op een Raspberry Pi. Een Raspberry Pi draait het operatingssysteem, draait daar ook op het SD-kaartje. Op onze miniserver kan je de volgende verbinding terugvinden. Allereerst hebben we een LAN-verbinding, waarmee de Loxone miniserver kan praten met het internet. Die kan je gebruiken voor de programmatie die op je microSD-kaart staat, om de miniserver te verbinden met de cloud, of om de miniserver te laten communiceren met de audioserver. Groene connector zijn digitale ingang voor spanningen van 0 tot 24 volt. En de oranje connector, dat zijn analoge ingangen waarmee je een spanning kan meten tussen 0 en 10 volt. Aan de onderkant van de miniserver bevinden zich dan de voedingsconnectoren, die oranje met wit gekleurd zijn voor 24 volt en ground. Loxone Link die wordt aangeduid met een blauwe en witte kleur. Loxone Link wordt gebruikt om de miniserver uit te breiden met extensies. En de Loxone 3 die groen en wit gekleurd is om de miniserver uit te breiden met onder andere lampen en knoppen. Eigenlijk allemaal sensoren die worden allemaal verbonden via het 3-protocol. Daarnaast hebben we hier twee rode connectors die elk voorzien zijn van 4 relais. Het zijn digitale uitgang dus waarmee dat je 230 volt wisselspanning kan schakelen. Bij deze wil ik even het onderscheid maken tussen Loxone 3, die je dus terugvindt op de miniserver, en Loxone 3 Turbo, die je terugvindt op de audioserver. Loxone 3, dit is de groen met witte connector, waarmee je miniserver kan uitbreiden met modules zoals de 3 Touch of de 3 Motion Sensor. De 3 Turbo is de groen met witte connector die je terugvindt op de audioserver. De 3 Turbo is alleen maar gemaakt om de audioserver uit te breiden met stereo modules. Dus de audioserver zal je nooit met de groen met witte connector gaan verbinden met Loxone, want dat zijn twee verschillende verbindingen. Dit is Loxone 3 voor uitbreiding van sensoren en lampen en zo van de miniserver. Dit is 3 Turbo voor uitbreiding van de audioserver met allemaal extra stereo modules.